Geachte mensen van de VN. Iedere wereldburger is uniek. En iedere wereldburger heeft zijn eigen toekomst. Als ik denk aan mijn toekomst als wereldburger, denk ik aan de educatie voor alle kinderen. Dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Dat iedereen elke dag te eten heeft. Maar vooral denk ik aan vrede. Ik denk aan een veilige thuissituatie, een veilige buurt om in te leven. Dit hoeft niet alleen te betekenen dat de wereld oorlogvrij is, maar ook dat mensen thuis niet meer in angst hoeven te leven. Ik ben zelf dolgelukkig met mijn thuissituatie. Ik kom elke dag thuis, praat met mijn moeder over hoe mijn dag is gegaan, over hoe haar dag is gegaan. En onder genot van een kopje thee maken we plannen om in het weekend te gaan winkelen. En ik kan me niet voorstellen hoe het zou zijn als mijn vader me zou slaan. Als mijn broertje me elke dag uit zou schelden. Als mijn toekomstige man me niet goed behandelt en ik niet gelukkig ben. Als ik elke nacht huilend in slaap val. Natuurlijk heb ik wel eens ruzie met mijn ouders. Soms over school, soms over hoe laat ik thuis moet zijn als ik uit ben met vriendinnen. Soms over hoe slecht ik omga met mijn suikerziekte. Maar we komen er altijd uit door erover te praten. Daarom sta ik voor een veilige en vredige wereld. Maar zoals Malala zegt, je stopt het niet door fysiek terug te vechten. Dat zou jou net zo slecht maken als degene die jou pijn doet. Je vecht terug door te praten, een oplossing te zoeken. Je vecht niet terug door bommen af te sturen op een groep die filmpjes op YouTube zet van hoe ze mensen onthoofden en doodschieten. Ook als deze groep moeilijk bereikbaar is. Je vecht terug door de achterliggende gedachten te begrijpen. In iemands schoenen te gaan staan. En proberen in te zien wat er omgaat in het hoofd van dat soort mensen. Je lost dingen op als je naar iemand toestapt en uitlegt wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld als je gepest wordt. Het helpt niet om gemene dingen terug te zeggen. Terug te slaan. Geweld is niet de oplossing. Niet in Syrië, niet thuis, niet op school. Daarom moeten we met z'n allen opstaan tegen het geweld in de wereld. Want zeg nou zelf, een veilige en vredige wereld is toch de moeite waard om voor te vechten?